Vandaag Koninginnedag 2009. We zijn dit jaar in Middelharnis. Of ja, Middelharnis-Sommelsdijk eigenlijk, hè, hoort bij elkaar. Janine Veerman, jij zit in de Oranje Vereniging. Ja, ik ben bestuurslid van de Oranje Vereniging Sommelsdijk Middelharnis. Ja. Nu staan we bij het kampioenschap touwtjespringen. Hoe is het ooit dat idee ontstaan? Nou, het thema dit jaar is Oud-Hollands. Dus toen dacht ik, nou, Oud-Hollands, weer touwtjespringen weer even terugbrengen. Dus ik ben ook scholen langs gegaan van, willen jullie ook op schoolpleinen weer even aandacht geven aan de touwtjespringen? Blijkt dat je gewoon als leerkracht wel even zelf mee moet doen. Want kinderen tegenwoordig, die doen het toch wat moeilijker zelf. En zien ze anderen springen en help je een beetje met het draaien, dan vinden ze het echt geweldig. Dan zijn ze niet meer te stoppen. Dus dat wilde ik ook weer een beetje als tweede doel. En dan hier ook een festival of een concours, een wedstrijd organiseren. En is er veel animo voor? Nou, je moet de mensen dus echt, doordat ze het gaan zien, dan gaan ze wel meedoen. Want die meiden zagen het gewoon en die zijn nou helemaal enthousiast. En er zijn ook wel wat kinderen die geven zich op als team, maar die komen misschien later. Ja. Waarvan ik het wel weet. Maar ik heb op schoolpleinen springende kinderen gezien en ook 's avonds op het straat. Dus dat vind ik al hartstikke leuk. Dat dus je hebt het springtouw eigenlijk wel weer nieuw leven ingeblazen. Ik hoop het. Het is echt hartstikke leuk. Want je raakt er een beetje verslaafd aan. Het is ook heel gezond, hè, voor je conditie. Voor de beweging natuurlijk, 30 minuten per dag. Inderdaad. Want op sportscholen wordt het volgens mij ook gedaan. Ja. En het is ook nog eens hartstikke cool. Want er zijn ook groepen die met muziek en dan allemaal sprongen maken op handen en voeten en salto's. Dus het is echt ook hartstikke leuk. Je kan er heel veel mee eigenlijk. Wat is er nog meer allemaal te doen in Middelharnis? Nou, er zijn nog meer kinderspelen voor het Dicus. Er is een modeshow en daar worden tussendoor ook dansvoorstellingen gegeven. Verder kunnen kinderen op paardjes rijden, klimwand is er en wat is er nog meer, een stier. Zo lang mogelijk proberen op een stier te blijven zitten die niet echt is hoor. Zo'n rodeo is die. Ja. En verder de vrijmarkt. En eigenlijk als de zon schijnt en kinderen zitten op een kleedje, dan is het al goed hè. Dus, we hebben dus erg veel mazzel met het weer, het is hartstikke gezellig. Ja. En vanochtend de Oud-Baden dan, om 8:30, was ook zeer geslaagd. Veel mensen en ook nog gelukkig veel kinderen, want het is toch midden in de vakantie, is moeilijk om kinderen te krijgen. En leerkrachten, die hebben ook vakantie, dus die zijn er dan ook niet altijd meer bij. Maar we zouden willen dat er eigenlijk veel meer kinderen van verschillende scholen weer door elkaar. Want er zijn toch soms, of meest kinderen van bepaalde scholen. Met de optocht 's ochtends bedoel je? Ja. Ja, en alle scholen zijn gewoon welkom, alle kinderen. Dat zou echt gewoon leuk zijn om volgend jaar even een hele lange stoet kinderen achter de muziek aan. Maar is dat niet wat makkelijker als het niet in de vakantie valt? Ja, maar 30 april is dat de meivakantie verplaatst zou worden. Ja. Ja, nou die week daarna, want het heeft er ook wel eens buiten gevallen. Ja. Vroeger werden er op scholen dan eigenlijk Koninginnedag ook gevierd, hè, en de spelletjes. Ja. En dat kan ik mezelf nog wel herinneren. Dan moest je gewoon verplicht meedoen. En dan was het ook gewoon druk. Maar als het in de vakantie valt, is het toch wat vrijwilliger natuurlijk. Zeker. Dan is het allemaal vrijwillig om te gaan en te staan. En het is natuurlijk overal wat. Dus mensen gaan ook wel naar andere dorpen. Dat is ook logisch. Dance. En ga jij klimmen? Ja. Durf je dat wel? Ja. Heb je het al vaker gedaan dan? Ja, vorig jaar. Maar heb je niet geoefend? Hoe kan dat? In de gymzaal of zo? Nee, wij hebben dat niet in de gymzaal. Oké, nou doe je best. Ja. Live muziek, dat lijkt me echt heel leuk.
de muziektent, dat daar gewoon een beetje staat. Er hoort natuurlijk eigenlijk muziek in jou, of een orkest ja, of zo. De Notenkraaks hebben daar wel gespeeld en het klinkt ook hartstikke mooi in die muziektent. Dus ja. Dat zou nog meer kunnen. Dance.